Goedemiddag, we gaan nu werken met offline files of een oefening op offline files maken. We hebben een server die is domeincontroller geworden ondertussen. Met deze gegevens en we hebben een domain client. Met deze gegevens. We gaan offline files maken. Wat is dat? Om te beginnen hebben we een file share, Windows file share. We gaan die aanmaken. Hiervoor moeten we wel zien dat de FSRM tool geïnstalleerd is, of het FSRM feature. Dat zal ik zo laten zien. De resource manager van de file sharing. De file service resource manager is het. File service resource manager. Die moet als subrol of als feature geïnstalleerd worden. Zijn. En dan gaan we op de client een synchronisatie aanzetten. Offline caching. En dan testen. We gaan de verbinding verbreken en zien dat we zogezegd nog over die fileshare kunnen beschikken. Maar dat eigenlijk toch gewoon lokaal is omdat die verbinding verbroken is. En zodra de verbinding terug opkomt, wordt het boeltje terug gesynchroniseerd. Waarom? Waar gebruiken we dat? Ja, wanneer dat een netwerk onderbroken kan worden. Of wanneer dat we bijvoorbeeld als client op een laptop werken die dat we mee naar huis nemen. En dan kunnen we zogezegd op de fileshare verder werken. Maar eigenlijk zijn we lokaal aan het werken. Want zodra de laptop terug op het netwerk, bedrijfsnetwerk gekoppeld wordt, worden de bestanden gesynchroniseerd. Wanneer er ondertussen iemand anders ook aanpassingen gedaan heeft aan datzelfde document, is er een conflict en wordt daar dus gevraagd om manueel intussen te komen. Dat gaan we hier nu niet laten zien. We gaan eerst gewoon het systeem aanzetten. Daarvoor gaan we eerst naar de server. En de file share aanzetten. Om te beginnen eventjes naar de server manager. En ik ga kijken naar de roles. Hij is hier aan het. Ik kan dat hier doorscrollen, maar ik ga gewoon naar de roles. Ik heb dus een file server service role toegevoegd gehad. Een andere video laat zien hoe dat je dat doet. Dat doet via add roles en dan file service. Als je de file service role installeert, heb je verschillende opties. En wat je zeker moet kiezen voor deze en de volgende oefeningen, dat is die file server resource manager. Daarin zit de screening, storage report en de quota's. Die hebben we ook allemaal nodig voor later oefeningen ook. Ja. Dus dat is allemaal zo en dat is kun je installeren of bijinstalleren als de file service rol er al in staat, kun je hem nog bijwerken. Maar als je hem opnieuw moet installeren, zorg dat die erbij zit. Hier ondertussen disk management eventjes open gedaan. Ik krijg dus een zicht op mijn schijven, tussen aangezien nu dat ik dat hier zie. Maar het gaat eigenlijk dus over de resource manager. File service server resource manager. En dus hier file server. Goed. Die is geïnstalleerd. Dus dat is leuk. Ik ga naar mijn filesysteem zelf. En ik heb niet veel. Ik heb alleen maar een C-schijf. Heb je net gezien. Hier de C-schijf. Met een beperkt aantal directories. Ja. Zie je hier. Ik ga een directory aanmaken. En die heet een folder aanmaken. En die heet offline files. En die ga ik op het netwerk ter beschikking stellen. Sharen dus. File share wil maken. Hoe doe ik dat? Klik rechts en ik druk niet op die share, maar ik druk op properties. Dan heb ik een overzicht. Om te beginnen ga ik eerst de NTFS security gans openzetten voor gewone users. Die staat beperkt.
Ik ga die fileshare beveiliging, dat is een ander verhaal, dat is een ander, ja, dat zijn andere functies. Ik ga hier alles openzetten zodat ik gemakkelijk kan schrijven en kan wissen en zo verder als gewone user waarop de client. Anders zitten die restricties ook nog eens te interfereren met de feitelijke oefening zelf. Dus ik zet die gewoon open, full control, sorry, cancel. Voor de users full control, apply, en de users hebben full control, administrators hadden dat ook al. Dus NTFS is in orde. De sharing is niet geshared, ik kies advanced sharing en ik zeg share this folder. De share name, kiest hij de folder name zelf en dat is goed voor mij. Comments is niet belangrijk. Share, kan er iets opzetten, share, net zoals computer description, share voor oefening offline files. De permissions moet ik nog even nakijken, want everyone heeft alleen maar read, dus de share permissions zet ik ook volledig open, full control, zodat ik in de loop van deze oefening geen onverwachte restricties krijg, problemen krijg. Is natuurlijk niet goed, hè? Alle twee op full control voor gewone users, voor everybody. Maar ik zeg het, dat is hier niet de oefening. Oké, en ik druk op close. Ja. Dat is alles aan de kant van de client, aan de klant van de server. Ik zou nu kunnen laten zien, als ik hier ga browsen op het netwerk en ik ga naar mezelf kijken. Dan zie ik die offline files er dus al tussen staan. Dus van op de server zie ik dus eigenlijk al wat er aan de hand is. Maar ik ga nu naar de client toe. Dit is de client. Ingelogd met een gewone user. Denk ik toch? Nee, een super user. Even controleren. Had ik. En ik heb hier Guido van der Velde. Member of domain users, dat is een gewone user inderdaad. Dat is geen super user. Dus ik ben ingelogd met een gewone user, Guido van der Velde. En ik ga een keer kijken wat ik op het netwerk vind. Ik ga surfen op netwerk en ik zie hier al mezelf. Ik zie de server en ik zie dan ook mijn VMware host via de VMware tools. Dus de file share met mijn host systeem. En ik zie offline files. Nu kan ik daar verschillende dingen mee doen. Ik kan die van hier blijven gebruiken. Op dubbel klikken en ik kan daar files op maken. Tekst 1. Hoppa. En die is aangemaakt. Als ik ga kijken op de server, dan zal ik die zien staan daar. Dat zou toch moeten. Voilà, die staat hier. Hè. Dus hier staat hij effectief op de harde schijf. Hier staat hij gewoon via het netwerk geshared. Dus ik kan aan heel die fileshare aan, volgens de permissies. En die heb ik helemaal opengezet, dus ik kan daarmee doen wat ik wil. Ik zou die ook kunnen mappen aan een netwerkdrive. Dan klik ik op de share, dus op dit niveau. Klik ik rechts, of hier kan ik dat ook kiezen. Map network drive, en dan zegt hij, kies maar iets. En dan kies ik dat bijvoorbeeld... pak ik I of wat dan ook, offline files. Oh, voilà, hoppa. Dat is de UNC van die share. Ik kan met een andere user inloggen als ik dat wil. Dat wil ik niet. Ik wil mijn domain user gewoon gebruiken. En hij gaat hem reconnecten als ik terug inlog. Terug deze bij aan O koppelen. Ik kan hem ook uitschakelen. Dan is het gebeurd. Eens heel even kijken welke driveletter er precies in de oefening stond. Ik ga even pauzeren. Zo, ik heb de oefening er nog eventjes bij gehaald, de opgave. En er was het gevraagd, maak een map offline files. Dat heb ik gedaan. Deel die onder de share name offline files, voor iedereen toegankelijk. Maak een mapping van op de client naar deze share. Er staat niet bij met welke driveletter. Dus ik mag kiezen, dus ik kies dan de O van offline file. Oké. Dus ik doe gewoon opnieuw wat ik daarnet deed. Map onder O
D, reconnect het logo, finish. Voilà, ik krijg hier een O-drive bij, naast de Z-drive vanuit de VM-host, heb ik de O-drive met die tekst 1 in. Ja. Als ik hier nu rechts op klik, dan heb ik deze opties, always available offline, restore previous versions enzovoort. Mij gaat het erom, ik kan ook die unmounten, maar gaat het om die always offline available. Ik kan dat hier doen, ik kan dat ook hier doen, always available offline. Maakt niet uit waar ik dat doe, ik doe dat hier, available, always available offline. En dan begint hij dat dus voor te bereiden. En als ik nu kijk naar de shares op geel, op de domain control, de file server, dan zie ik dat sync, active sync, buttontje erbij staan, icoontje erbij staan, dat aangeeft dat die dus zal offline beschikbaar zijn. Als ik dat nu ga testen, dan kan ik dat op verschillende manieren simuleren. De moeilijkste manier voor de client is wanneer de client perfecte netwerktoegang heeft, maar de server offline geraakt. Ja. Dus ik heb hier dit hier. Ik ga nu naar de server en ik trek die kabel uit. Als ik onder VM werk, kan ik dat heel gemakkelijk doen. De netwerkadapter, ik klik hier rechts, disconnect, dan trek ik de kabel, netwerkkabel van de server uit. De server weet dat, gaat hier direct zeggen dat hier een probleem is, zometeen, voilà, kijk, kruis erdoor, geen netwerk. De client weet dat niet, die geeft hier wel een uitroepteken omdat hij niet naar het internet kan, maar die kan wel op het normale netwerk waar hij de server verwacht. Als ik nu deze wil opendoen, dan duurt dat eventjes, want hij moet eerst nog ontdekken dat die server inderdaad niet bereikbaar is. Kijk, volg deze balk. Nou, dat is het moment dat hij op het netwerk begint te zoeken van waar is de server. Dit duurt dus vrij lang, zoals je merkt. En dan opent hij hem toch. Dus ik verander iets. Dit is tekst 1. 4. Save. Yes. En het open doe. Dit is tekst 1. Zonder problemen. Als ik naar de server ga, waar hij eigenlijk staat, is hij leeg. Dat is logisch, want er is geen netwerkverbinding. Nu ga ik... voor het visueel gemakkelijker te maken voor mij, ga ik hier ook nog eens een tweede document aanmaken. Tekstdocument, tekst 2. En daar zet ik dan in, dit is tekst 2. Voilà, die komt hier niet bij. Wat doe ik nou aan de kant van de server? Ik steek de kabel er terug in. Terug connect en dan gaan we kijken, dat duurt eventjes voordat de client ontdekt de server, dat de server terug bereikbaar is, en dan ik doe dus niks, we kijken gewoon, en als we heel eventjes geduld hebben, dan zullen we die tekst 2 er zien bijkomen. Het is daarom dat ik dat expliciet erbij gemaakt had. Als we dan naar de inhoud gaan kijken, dan zullen we zien dat ook tekst 1 inhoud gekregen heeft. Maar dit kan allemaal. Voilà, hij is via het netwerk bezig, de client.
Hier. En voilà, het is inderdaad gebeurd. Tekst 1 en tekst 2 staan op de server en de inhoud klopt ook, ook van het oude document. Voilà. Ja. Het duurt allemaal wat lang, omdat de onderbreking aan de kant van de server gebeurt en de client het allemaal nog niet zo snel doorheeft. Als het aan de kant van de client is, dan duurt het iets minder lang. Bovendien kunnen we expliciet zeggen work offline. Als ik zeg work offline, dan verandert die naar, naar work online. Nu kan ik dus, ook al is er een verbinding, een tekstdocument maken, tekst 3. En ik kan deze bijvoorbeeld wissen. Delete. Yes. Dan ga ik naar tekst 2. Tweede regel toevoegen. Ja. Save. Aan de kant van de server. Geen tekst 3. Tekst 2 is nog altijd de oude. En tekst 1 is er nog altijd. Nu klik ik hier Work Online. En je ziet hier activiteit op het net. En je ziet, het was sneller dan ik het gezien had, dat tekst 1 verdwenen is, dat tekst 3 er is met geen inhoud. Klopt dat? Had ik daar niks in gedaan? Inderdaad, ik had daar niks in gedaan. En tekst 2 is nu zo. Ja. Dat is dus één stap en eigenlijk is dat de oefening. Ik ga nog heel eventjes de oefening terug overlopen. De client of dus werk offline en maak een document zie dat het in de offline files komt. En verbreek de netwerkverbinding en zo verder. Allemaal gebeurt. Die synchroniseren gebeurt automatisch. Dus die oefening die is in orde. Maar ik ga nog een paar andere dingen laten zien daaromtrent. Een van de dingen die ik wil laten zien, wat niet in oefeningen ziet, dus ik laat ik wil dat nu eventjes laten zien en ook demonstreren met deze oefening. Dat is, als ik hierop klik, properties, dan staat er hier een tab previous versions, maar ze zijn niet available. Je moet dat eerst aanzetten. Ik zal even laten zien hoe dat je dat doet. Je gaat naar computer management. En dan bij de shared folders klik je rechts all tasks configure shadow copies. Dan zie je dat die disabled staat. Ik ga hem op enabled zetten. Uitleg. Oké. Even nadenken. Enable. En de settings daarvan. Er is een use and limit van een maximum size en eventueel schedules voor shadow copies te installeren. Ja. Op dat moment kan ik in principe over previous versions beslissen. Kijk, er staat er al eentje tussen. Zo. Nee. Offline files van een minuut geleden. En zo kan ik op zoek gaan naar de files, maar er zijn geen vernieuwingen. Ja. Dus ik ga eventjes, wat wil ik eigenlijk nu bereiken? Wel, het volgende doen. Ik ga even naar de client, dat is het mooiste natuurlijk. Waar is de client? Daar. Tekst 2 ziet er nu zo uit. En de derde regel is een nieuwe versie. Nu heb ik een nieuwe versie van dit document. En ik zeg save. Ik heb de server zelfs niet eens nodig. Als ik nu hier rechts op klik en ik ga bij de properties in previous versions, dan zul je zien dat van tekst 2 een versie er in één keer is van 17:05, terwijl het 17:14 is. Dit is die zonder de derde regel. Je kan die eens even bekijken.
Ja, dat is inderdaad de oude versie die ik wil hebben. En dan kan ik die restoren of ik kan hem kopiëren. Dus de twee versies bewaren. Dus zo kan ik terugvallen op oude versies, previous versions van bestanden. Dat is altijd handig. Ook gedeleten. Dus als ik hier nu die tekst 3 delete. Yes. Dan kan ik nu natuurlijk niet op tekst 3 naar previous versions gaan kijken. Dan kies ik dus die directory properties. En dan bij previous files. Dan heb je die directory offline files. En dus ik heb daarop dubbel geklikt en dan krijg ik dus ook een browservenster. En daar staat die oude versie in. En dan kan ik rechtsop klikken. En kan ik die kopiëren en zo verder. Zo heb ik, het was dus leeg, maar ja, kijk, hij bestond toen wel. En zo kan ik hem ook een gedelete bestand opvissen. Dat is een van de dingen die ik extra zou willen laten zien. Een ander ding dat ik zou willen laten zien, dat heeft ook te maken met die offline files. Dat is de cache van deze heb ik niet nodig, van de client. Als ik naar control panel ga en ik kies hier small of large icons. Small icons is iets, normaal staat die in categorie. Ja. Maar als je even naar de small icons gaat, dan zie je hier sync center. Dat is de makkelijkste manier om daar naartoe te gaan. En dan krijg je dus een overzicht over die offline files. Ja. En dus je ziet, dan die moet gesynct worden. En je kunt hem hier ook forceren trouwens. Manage offline files. En je krijgt dus de offline files die je bijhoudt. View your offline files. En dan krijg je ook weer een Explorer venster. Met de offline files folder. Waarin dat je offline files bijgehouden worden. Ik denk dat ik... Zo, dat is bijvoorbeeld een manier om daar naartoe te gaan. Op dit moment hou ik bij van computers... Computer met naam geel, share offline files, en daar zit eigenlijk ondertussen nog maar één document in, namelijk tekst 2. Als ik hier ga kijken, zie ik niks, en als ik hier ga kijken, ook niet. Hier in dit geval, zoals ik het nu gedaan heb, moet ik dus gaan zoeken per server systeem, file share systeem. En daar zie ik dus de lokale bestanden. Die ervoor zorgen, waarmee Windows ervoor zorgt dat ik uiteindelijk de indruk heb dat ik de file share zie, alhoewel ik eigenlijk niet geconnecteerd ben. En daar dus ook die aanpassingen bij hou, van zodra dat jij gaat synchroniseren, gaat die files naar de server sturen. Einde van deze video, deze oefening is gedaan. En in een volgende video over naar de volgende oefening.